Hey, welkom weer bij een aflevering Vissen met Fons. We zijn vandaag lekker aan het karpen vissen, maar we zijn het even op een iets andere manier aan het doen. Ik ben vandaag lekker met de pieper op pad en ik ga elke keer een uurtje op een stekkie zitten. Even vissen en dan gelijk weer door. En ik ga eigenlijk heel veel alle wijken af waar ik weet dat er veel vis ligt. En kijken of ik zo een visje kan pakken. Komt helemaal goed, het zonnetje komt door. Lekker zeg! Yo, welkom terug. We zitten nog lekker in de sessie. Ik denk dat ik nu alweer 2 uur bezig ben. Helaas nog geen vis op de kant gekregen. Ook nog geen echte pieper gehad. Ik zit nu op de derde stek. De eerste afgelopen stekken die hebben eigenlijk niks geproduceerd. Wel wat lijners, maar voor de rest niks. Ik hoop dat ik op deze stek toch nog even een visje kan vangen. Dat deze sessie dan nog geslaagd wordt. We zijn zo weer bij je terug. Hopelijk met een vis. Later. Yo. We hebben de eerste vis eindelijk op de kant. Fantastische mooie vis. Hij is wel heel erg druk. Dus ik ga hem aan jullie laten zien. Prachtige vis. Helemaal geweldig. Ik dacht, ik ga heel even met mijn pen helemaal even een heel klein stukje rondlopen. Ik zag hem azen. En ik dacht, joh, gooi er gewoon 2 maiskorreltjes voor zijn neus. En in één keer liep die pen weg. Ik schrok de deuk. Boom! Het was ook een goede drill geweest. Dat het in het riet. Mijn pen gemold. Nee. Maakt allemaal niet uit, ik heb er 100.000 van. Nou ja, mooie vis. Fotootje maken en dan mag hij weer lekker terug. Kusje erop. Even het water. Thank you.
een wild te poppen. En we lusten hem zeker. Mooi gehaakt ook. We hebben hem. Veel hard moeten werken voor deze vis, maar ik heb hem in ieder geval op de mat, in het net, onthaakt. Helemaal niks met hem in ieder geval aan de hand. Ik heb een beetje een nat pak. Nou ja, een natte onderbroek, dat is niet zo erg. En een beetje een nat shirt, maar echt, het is alweer een mooi plaatje hoor. Kijk eens. Had ik het volledig vastgezwommen in het riet, zoals jullie zagen. Echt niet normaal. Gelukkig zwom hij zichzelf er weer uit en heb ik hem kunnen redden, maar ik wil echt nooit... Ik wil echt nooit een teniem wil ik een vis met lijn achter zich aan laten slepen of een lood. Dat doe ik gewoon niet. Ik ga liever het water in dan dat zo'n vis een beetje loopt te lijden. Dat wil ik niet. Prachtig beestje. Kusje erop. Mag hij zo weer lekker terug. Hij is echt fantastisch. Wat een avontuur. Even fotootjes maken. Kan ik een keer het water in zonder dat er een meisje gaat lopen zeuren. Dat is toch een keer jongens. Op het water. Dat is toch goud. Zo, pas weer gaan zwemmen. Yo, we zijn naar stek nummer 4 zijn we alweer gegaan. En dat is een beetje een rare stek, want het zit echt direct aan de straat. De karps liggen hier aan het hoekje, in het loutje van de flat. Laten we hopen dat ik daar nog een visje kan uit trekken. Ik heb al wat lijnings gehad en je ziet ze liggen, dus ik denk dat er wel een vis nog komt. De laatste stek hier, laten we hopen nog wel vangen. Later. Yo, hey, eigenlijk was ik aan het opruimen en Engels lagen nog in. Ik had nog een netje klaar liggen en wat gebeurt er? Ik krijg opeens een volle fluit. Hè. Gaan jullie laten zien. Kijk eens. Weer op die poppen. Echt fantastisch, die clubs. Het zoekt ook in de krilolie. Ja, echt niet normaal. En ze willen ze echt heel graag. Prachtig. Zo weer gelijk terugzetten. Het is warm normaal. Even een fotootje maken. Dan moet ik een kusje erop. Zo, ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Duimpjes omhoog, like, share en subscribe. En natuurlijk blijven we nog steeds vissen. Lekker!